Demba, gefeliciteerd met de overwinning. Doelpunt, goed spel natuurlijk. Je start in de basis vandaag. Ik kan alleen maar zeggen, de wedstrijd ging goed. En hoe is het dan om in de basis te starten en zo'n belangrijke rol te spelen in een elftal? Eerste keer in de basis, dat is mijn home debut vandaag. En luckily, I could score, I could make a goal, the equalizing goal. En okay, the team played well and we scored a lot of goals and yeah, I'm really happy for my debut. Voor dit seizoen heb je lang niet gespeeld. Hoe zat dat precies? Ja, ik speel nu. Ik didn't speel voor een jaar en een half. En no, it's normal when you don't play as a football player when you don't play a year and a half. The rhythm is not there, so you need a little bit time to get to your shape and so. But I trained now for since the beginning of the season with the boys and. I think I'm getting to my to the top of my shape now. Today you could see a little bit of Demba coming back, so I'm really happy with my improvement and the development and together with the team and everything. So I'm really happy. Yeah. Ja, want pas geleden heb ik een interview van je gelezen. Daar zullen meer mensen gelezen hebben dat mensen de beste Demba nog niet gezien hebben. Dus volgens jou het niveau wat je vandaag gehaald hebt, dat is wel een beetje tot aan je top, dus vanaf nu gaan we meer van dit zien. Ja, it could only get better. That's what I think about myself. I always think positive and I think it could only get better. It's game by game and I try to stay always in the basis. But okay, the coach always make the decision. But when you give him strong performance, so normally I think it's okay to stay in the basis and so and. I think it can only get better with me and all the players and together with the whole group. So it's going to be a very good season for this year. Much better than last season for sure. That's the guarantee for sure. Op een gegeven moment, een kwartier, 20 minuten voor tijd, werd je gewisseld. Leek je een beetje last te hebben van de hamstring? Of was het ook gewoon op? Of? Ja, ik heb. A bit of pull here. I got a little bit of hamstring, yeah, but it's not a big deal. And we have the doctors and everything, so they examine it and it's okay. So I'm gonna do. We're gonna do the recuperation training for tomorrow, and then hopefully we are all fit again for next week for the game, and hopefully for the rest of the season we stay fit. Okay, dankjewel Demba, veel succes in de rest van het seizoen. Yeah, thank you very much.